En het Gouden Kalf voor de beste korte documentaire 2019 gaat naar... De waarheid over mijn vader van Shamira Raphael. Wauw, ja. Toen ik mij vandaag in deze oncomfortabele jurk worstelde en de kapper de krullen uit mijn haar liet feunen zodat ik toonbaar zou zijn voor jullie, zei ik: dit doe ik nooit meer. Maar daar kom ik misschien van terug. Allereerst, de allergrootste dank aan Clarice. Ik wil je echt ontzettend bedanken dat je mij vertrouwd hebt om jouw verhaal naar buiten te brengen. Films maken is eng, maar films maken over jezelf is nog een stuk enger. Dus ik hoop dat we allemaal een applaus kunnen geven aan Clarice. Ik moet hem even aanraken hoor. Producent de familie, Michiel en Monique, ontzettend bedankt dat jullie in me geloofd hebben. Milene, Judith, Bram Baks en alle andere mensen van de redactie die hemel en aarde hebben bewogen toen ik in paniek besloot dat ik slangen in een film moest hebben die nooit de kut hebben gehaald. Ontzettend bedankt. Het Kobo Fonds, het Filmfonds, BNNVARA, dank jullie wel dat ik mijn eigen visie mocht uitvoeren. En dan natuurlijk mijn crew. Sommige mensen met wie ik al jaren werk, Jeffrey Rothuizen, ik ben ontzettend trots op jou. Dank je wel dat je elke keer als ik je push een stapje met me meega. Diego van Uden, dank je wel voor je prachtige geluid. Paul de Heer, ik weet dat je aan het kijken bent via de livestream. Dank je wel voor al het geduld dat je met me hebt gehad in de montage. Jeroen Goeiers voor het geluid, Joost Zelen als coaching, Barend Onderweer voor de grading. Mijn eigen vader is 8 weken geleden overleden. En hij heeft mij altijd geleerd, of via hem heb ik altijd geleerd, dat het leven niet zwart-wit is en uit heel veel kleurschakeringen bestaat. En daardoor kan ik de films maken die ik maak. Dus dit kalf draag ik op aan hem. Dank jullie wel.